Hoi en superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een What's on my iPhone video voor jullie. Want hij was echt heel veel aangevraagd. En ik heb eergisteren mijn nieuwe telefoon gekregen, namelijk de iPhone XR. Dus toen dacht ik, nou, nu is het gewoon tijd. Nu moet ik hem wel opnemen. Dus ja, als je zin hebt in deze video, doe alvast een blauw duimpje omhoog. En vergeet je ook alvast niet te abonneren en op het belletje te klikken. En laten we beginnen met de video. Zoals ik net al zei, ik heb dus de iPhone XR. Dit is mijn achtergrond met Josie. Heel erg leuk. Oké, ja, dit is trouwens mijn andere achtergrond. Leuk. Laten we gewoon hier bovenaan beginnen. Dat bij agenda. Hier zet ik gewoon dingen in wat ik te doen heb. Zoals je ziet had ik in juli best veel te doen. Ik ga vanaf 10 augustus tot 16 augustus op musical camp. En van 17 augustus tot 24 augustus ga ik naar Zuid-Frankrijk. Dus dat is ook leuk. Dus dit is een beetje mijn agenda. Hier hou ik gewoon dingen bij wat ik allemaal aan het doen ben. Nou, dit zijn mijn foto's. Het zijn er echt heel veel. Ik heb hier allemaal foto's van Minsk. Allemaal onderkipfoto's. Oeps. Maar daar ga ik dus nog. Daar komt nog een video van. Waarin ik al mijn ervaringen ga vertellen over Minsk. Dus ik had alle foto's een beetje bij elkaar gezet. Zodat ik dan geen dingen zou vergeten. Dus dat zijn allemaal een beetje. Dit zijn gewoon mijn foto's en zo. En altijd als ik een hele fotoshoot heb, dan maak ik er altijd favorieten van. Zoals je kan zien hier. Ja, ik maak altijd favorieten en dan ga ik het daaruit selecteren. Leuk tip. Hier herinneringen. Ja, heb ik eigenlijk niks in staan omdat ik deze telefoon dus nog maar 3 dagen heb. Notities. Ja, daar heb ik soms gewoon. Mijn bio maak ik daar altijd in van Instagram. Hier gewoon mijn camera. Leuk. Even een selfie. Leuk. Instellingen, dat kennen jullie wel. Rekenmachine kennen jullie wel. Contacten allemaal wel. FaceTime, telefoon, WhatsApp. Oh, dit was eventjes nog toestemming vragen voor de vlog die laatst online is gekomen van Zara. Ja, je hebt gewoon chat staan. Berichten is gewoon met KPN. Netflix, jongens. De app waar we niet zonder kunnen. Is dat Nederlands? Weet ik niet. Dit zijn allemaal films die ik de laatste tijd en series die ik heb gekeken. The Big Bang Theory. Ik ben nu in seizoen 4, aflevering 13. Zoals ik dat in mijn weekvlog heb gezegd. Ik ben verslaafd aan die serie. Leuk. Friends heb ik al 2 keer helemaal uitgekeken. Ik zal even naar mijn lijst gaan. Dat is misschien wel leuk om te laten zien. Gossip Girl helemaal uitgekeken. Echt een top serie. Working Moms, waarom heb ik dat in mijn lijst staan? Geen idee. Oh, melding. Dit zijn allemaal Pitch Perfect. Jongens, ga het kijken. Fuller House en Full House, ook top. Kissing Booth. Ja, gewoon super leuke comedy films. Dat is wel echt een beetje mijn genre. Gewoon comedy en een beetje drama en zo. Oh, dit is trouwens echt een topfilm. Merry Christmas. Ja, nou, dat was dus Netflix. Wekkers en zo, ja, boeit niet echt. NPO Start, Spotify. Dat is misschien wel een beetje leuk om aan jullie te laten zien. Ik heb hier een afspeellijst met Frenna gemaakt. Want ik ben lichtelijk fan van Frenna, ken al zijn nummers. Meestal merken mensen dat niet van mij. Althans, dat verwachten ze niet van mij. Nederlandse nummers, maar... Ja jongens, het is wel zo. Hier heb ik een lijst van Zara, Mabler nummers. Allemaal, nummers die je zo lekker mee kan zingen. Frozen heb ik ook nog even opgezocht. Ik heb ook een lijst met Tabitha, want ik vind haar muziek ook altijd heel erg leuk. Dus ja, oh, Janke. Oh, ik krijg een appje van mijn moeder. Altijd leuk. Ja, dus dat zijn een beetje... Oh, hier, Junior Eurovisie Songfestival. Ook leuk. Dus ja, ik luister een beetje... Soms luister ik echt hele mooie muziek. En gewoon ballads en zo. En soms luister ik echt gewoon Nederlandse muziek. Gewoon Nederlandse rap. Mijn magister kan ik tegenwoordig niet in. Want het is uitgezet. Zeg maar omdat we nu vakantie hebben. Pinterest ben ik niet heel... Oké. Wat is hij aan het doen? Dit gaat niet goed. Ik moet dit een andere keer doen. Maar Pinterest, ik ben er niet heel erg actief op. Maar ja. E-books, ik heb nog niet ingelogd. dit is ook wel leuk, Magisch Zelf. Ook kan ik ook niet inloggen. Nou, hier hebben we ook niet heel veel aan. Nu.nl.
Even kijken wat voor nieuws er vandaag is. Nou jongens, geniet even van het nieuws met mij, zou ik zeggen. Altijd bijzonder. McDonald's app heb ik ook nog niet ingelogd waarschijnlijk. We gaan het zien. Nee, ook niet. Hier werken ze zo weinig aan. Nou, dit kennen we allemaal wel. Google Maps, NS, ja, kennen jullie ook. Bestanden, Dropbox bestanden, Wallet kennen jullie ook. Dan mijn Instagram. Dat is wel even leuk om te laten zien. Ja, ik heb hier gewoon mijn feed. Jullie weten hoe dat eruit ziet. Als je me niet volgt op Instagram, doe dat zeker eventjes. Linkje in de beschrijving, altijd. Ik zit bijna op de 52.000. Ik zal even kijken hoeveel precies is. Doelgroep. Hallo, we wachten. 51.914 op dit moment. Wat spannend. Niet te doen. Dit is mijn verhaal van vandaag. Dat ik ging filmen. Oh, even terug. Ja, de derde artiest van We Are The Future Festival is bekend. Vandaag komt weer de vierde. Ik was naar The Lion King 3D gisteren geweest. En ja, laatste videopromotie en filmen. Ja, dat was eigenlijk mijn Instagram. Niet heel erg bijzonder. Jullie weten allemaal wel een beetje hoe dat eruit ziet. Mijn Snapchat, ja. YouTube. Jullie kennen het wel. Ik had even Julia van den Berg opgezocht. Een blauw duimpje omhoog. En vergeet je ook zeker niet te abonneren. Om niks van... Mijn laatste video. Maar jongens, als je die nog niet hebt gezien na deze video, gaan we even kijken en laat een leuke reactie achter. Dan hebben we hier... mijn spelletjes, Helix Jump, ben ik echt pro in, jongens. Wauw. Jullie gaan het zien, let op. Oh, wat is dit? Ook gekke reclame opeens of zo. Oh, kijk. Oké, daar gaan we. Spannend. Ik ben in level 15, nog niet heel ver. Oh, kijk, nou, natuurlijk als ik het dan wil laten zien, gaat het weer. Is vervelend. Subway Surfer heb ik ook. Gaan we ook spelen. Ik zit nu verveeld weg. Ik snap het. Oeh, we gaan kijken hoe lang ik dit volhoud. Ik was hier vroeger zo'n pro in, jongens. Dat is echt niet te doen. Nee, ik vind het saai. Hallo? Ja. Nou, AA, dat is zo'n spelletje. Dat je zo die dingetjes er tussen moet doen. Maar het gaat altijd fout bij mij. Edit heb ik hier nog. Ik heb hier allemaal de symbol app. Dan ja, heb ik hier gewoon allemaal symbols. Ik heb dus voor in mijn bio heb ik dit staan. Star. Even kijken. Deze. En dan kan je hem zo kopiëren en plakken. VSCO. Niet dat ik hier iets mee doe. Ik weet ook nooit hoe dat werkt. Dus ik gebruik het gewoon. Oh, oké. Okay. Nou, dat was het eigenlijk een beetje. Wacht, heb ik hem nou opgeslagen? Wauw. Waar is dat ding nu gebleven? Waar is mijn schermopname? Sydney? Ja. Ik wil huilen. Nou, dit was dus eigenlijk mijn telefoon. Ik heb nog niet heel erg alles geïnstalleerd. Nog niet alles gedownload wat ik wil downloaden. Want ja, ik heb hem dus nog maar 3 dagen. En ik dacht, weet je, hij is zoveel aangevraagd. Ik ga het gewoon doen. Ik heb trouwens dit hoesje gekocht bij een of andere goedkope winkel. Nou ja, dat gezegd te hebben, was dit alweer mijn video. Hij was misschien een beetje kort, maar ja, jullie wilden het zo graag zien. Dus dan dacht ik, nou, dan laat ik hem maar gewoon, ga ik hem maar gewoon filmen. Ik hoop dat je het in ieder geval nog wel een beetje leuk vond. Doe alvast dat blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren en op het belletje te klikken. En dan zie ik je de volgende video weer. Doeg! Altijd doe ik dat.